Het diaspora-beleid en de onderlinge samenwerking zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Met deze woorden opende president Chandrika Persat Santokhi gisteren officieel het diaspora-seminar. Dit seminar is georganiseerd door het Diaspora Instituut Nederland, DIN, in samenwerking met Tapto Group NV. Het seminar stond in het teken van het komen tot een duurzame samenwerking tussen lokale Surinamers en die in diaspora. Het staatshoofd erkende de kracht van de diaspora en zei dat de onderlinge samenwerking voor het behalen van de gestelde doelen te zullen blijven stimuleren. Maar diaspora-kapitaal is meer dan een buidel met geld. Diaspora-kapitaal is kenniskapitaal. Diaspora-kapitaal is investeringskapitaal. Diaspora-kapitaal is die liefde die we ook voor elkaar hebben. Maar diaspora-kapitaal kunnen we samen kapitaliseren met goede samenwerking, met meer betrokkenheid, met meer verbindingen. De instituten zijn er. Diaspora Instituut Nederland, Diaspora Platform in Nederland, Diaspora Fonds in Nederland, Diaspora Instituut Suriname, de overheden zijn er. Honderden stichtingen zijn met elkaar dagelijks bezig om met elkaar samen te werken. De vraag is, hoe gaan we alles nu gieten in een zodanig samenwerkingsvorm dat we op basis van win-win hier kunnen investeren. DIN-voorzitter John Breuster meent dat Suriname achterloopt op het gebied van de ontwikkeling van duurzame diaspora-introductiebeleid. Daar het betrekken van meer diaspora-beleid in de wereld steeds meer wordt gezien als innovatief bestuursmodel, is het betrekken van diaspora in het uitschrijven van beleid essentieel. Aangezien de gedachte van Suriname met slechts 600.000 mensen ontwikkelen een van de grootste illusies is. De arbeidsmarkt en afzetmarkt is simpelweg te klein. Daarnaast kampt Suriname met een capaciteitsprobleem. De instituten zijn te zwak en er ontbreekt kennis en kunde om beleid te implementeren, monitoren en evalueren. Diaspora engagement strategieën verschillen per land afhankelijk van de doelen en de motivaties. Sommige landen leggen de nadruk op het bevorderen van hun cultuur, taal in het buitenland. Terwijl anderen de economie, betrokkenheid van de diaspora bij hun eigen ontwikkelingsprioriteit geven. Het staatshoofd installeerde op 3 juni officieel het huidige DIN-bestuur met als primair doel zich actief in te zetten voor de Surinaamse diaspora in de ontwikkeling van onze economie.